Oké, deel 2 van de chatbot. Ik was al begonnen, maar mijn internet viel hier weg en dan werkt dit screen recording niet. Dus ik moet even mijn verhaaltje overnieuw doen. Het voordeel is natuurlijk dat ik nu heel snel ben. Hoofd klein, een beetje groter, aan de kant. Dit is wat we hebben. We hebben een script, het begint met index en dat is een formuliertje. Want een formuliertje is de manier om input te registreren, zodat we ook de robotchat en ons informatie kunnen sturen waarop die kan reageren. De robotchat heeft als eerste output, wat is je naam, vul een naam in, dat is Pietje, vullen dat in. En dan registreert de robotchat dat dit Pietje is, die echoot Pietje, en dat zitten we ondertussen in de robot.php. Welkom voornaam, welkom Pietje. Hoe oud ben je? Vraagt hij hier via een nieuw formuliertje. Leeftijd. Deel 2 van de chatbot. Ik was al begonnen, maar mijn internet viel hier 15 jaar oud. Dat zien we niet hier, want hij is ondertussen doorgestuurd naar file 3, dat is leeftijd.php. En daar staat dus dat echoot die. Wat als we nu ook in dit script, voornaam, als we in dit script een variabele willen gebruiken die een stap hiervoor al een waarde heeft gekregen van een gebruiksinput. Kijk, dat is vrij normaal natuurlijk dat je later op een gesprek terug wil komen op wat er gezegd is. Dat moet kunnen. Sowieso wil je misschien een overzicht laten weergeven van alle antwoorden die de gebruiker heeft ingevoerd. Misschien wil je met alle antwoorden die de gebruiker heeft ingevoerd uiteindelijk tot een soort conclusie komen. Bijvoorbeeld een diagnose of een uitslag van een wedstrijdje, een game. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat wat is nu belangrijk? Belangrijk is dat de input van de gebruiker, dat die tijdelijk wordt opgeslagen, zodat de robotchat er later iets mee kan doen. En nu betekent dat even testen, dat hij dus die variabele voornaam, dat hij die ook kent. Oké, ik vul hier voornaam in, ik ga even restart doen. We zien hier in de monitor, in de log console, belangrijk die erbij te houden. Dus zien we geen fout, dus ik kan hier een naam invullen, dat was Pietje, stuur dat in. Hij weet nu wat Piet is, nog steeds geen fout. We zien dat hij door is gegaan naar robot.php. We zeggen hoe oud ben je, 15. Dan stuurt hij meer. Dan gaat hij dus nu naar leeftijd.php, let op wat er gebeurt. Voordat hij daarheen gaat, hij gaat er wel naartoe, krijgt hij wel een warning, een undefined variable voornaam. Hij heeft een variabele ontmoet die niet gedefinieerd is. Ja, robotchat, hou op zeggen, we hebben hem wel gedefinieerd. Kijk maar naar robot.php. Eén stapje daarvoor is hij gedefinieerd. Hier staat hij, de definitie van voornaam. Maar we gaan één stapje verder en hij is alweer vergeten. Dus die robotchat, die moeten we eerst een geheugen geven. Die moet onthouden wat er is ingevoerd. Dat heeft hij nu niet. Nou, dat tijdelijke geheugen, dat noemen we een sessie. Dus tijdens de sessie, tijdens de chatsessie, is zijn geheugen actief. Verder heeft hij een beetje vergeetachtig. Dus als die sessie wordt afgesloten straks, dus dan vergeet hij ook alles. Nou, zich privacygevoelig natuurlijk. Ja? Dus we gaan nu even werken, we bouwen een kort tijdelijk geheugen in, zodat we dat straks kunnen gebruiken. Dus ik noem op een simpele manier, we willen gewoon dat hij die voornaam wel kent, want die hebben we tenslotte ingevuld. Daar is die. Ja? Nou, ik ga eerst een stapje terug, eerst naar het begin. Hier hoeven we niks te doen, want van hieruit worden we doorgestuurd via die action naar robot.php. Dat gaat allemaal goed. Ja? Dus we gaan naar robot.php. Dan komen we hier binnen en hier zien we voornaam wordt gedefinieerd. Maar wat we willen dus dat er wordt opgeslagen in een sessie. Dan gebruik je session_start. En dat is een functie in PHP. En hiermee activeer je het tijdelijke geheugen van deze robotchat. Nou, er zit nu nog niks in. Je kunt zeggen, nou ja, nu zit er wel iets in. Nee, om er iets in te zetten, moet je dat definiëren en gebruik je de global variable sessie. Dan gebruik je deze haken, net als wat je dat bij post gebruikt, hier, zie je. Dat is ook een ingebouwde global variable session. Dan krijg je dus hier ook quotes. Dan kan ik daar dubbele quotes, vierkant haken en dan dubbele quotes doen. De sessie heeft betrekking op de voornaam. Dus we willen een geheugen wat betreft de voornaam. En die vullen wij met wat de gebruiker heeft ingevuld. En dat is dus die post. Zo. Oh. Zo. Oh. Nee, dan doet hij dus niet automatisch. Dan moet ik Zo, maar maakt niet uit. Ja? En dit is dus ook goed. Dus wat zeggen we? Het tijdelijke geheugen, de sessie, die wat betreft de voornaam, die moet gevuld worden met wat de gebruiker invult bij voornaam. Ja? Daarna definiëren we onze voornaam. En die is nu niet dit. Dat kan wel laten staan, dan werkt het wel. Nee, zeggen we. Nee, hij moet nu dit ophalen uit het tijdelijke geheugen. Dus we slaan het hier op in het tijdelijk geheugen. En hier verbinden we dat aan de variabele voornaam. En verder werkt het hetzelfde. Hij zegt van oké, welke voornaam? Dat is dus dit. En een oud bla bla bla. Ja? Dan gaan we uiteindelijk naar stap, de derde stap. Waar het dus fout ging. Dan zeggen we van oké, dan krijgen we die leeftijd. Dit is oké. Maar zeggen we nee, we willen opnieuw een sessie starten. Dat geheugen moet even geactiveerd worden. Zo. En dan zeggen we van, oh, symbolisch, dus dat moet geactiveerd worden. En dan zeggen we van, hier moeten we dus de variabele voornaam definiëren, want die hebben we hier gedefinieerd. En die is dus wat er opgeslagen is in onze session. Wat betreft voornaam. Ik kan me voorstellen dat dit heel snel gaat voor jou. Wees ervan overtuigd dat ik toen ik de eerste keer, dat ging het ook niet snel. Hè? Dit zijn dingen die je moet doen en op een gegeven moment gaat het wat sneller. Nou, nu kent hij in deze file als het goed is de voornaam en haalt hij dus dat op uit het tijdelijk geheugen. En dan kent hij dus ook dat in de tweede file, de stap, dat dit Pietje is. We gaan het zien. Hij gaat opnieuw. Hij restart. Pietje, komt u maar. Sessie wordt gestart. Pietje wordt opgeslagen, tijdelijk geheugen. Er wordt gevraagd aan Pietje hoe oud hij is. En dat vullen we in. En zegt, oké, Pietje, jij bent dus 15 jaar oud. En nou kent hij dus wel Pietje, want Pietje is opgeslagen in het tijdelijk geheugen. Dus hoe maak je een tijdelijk geheugen aan? In elke file waar je het tijdelijk geheugen gebruikt, of je het nou vult met dingen, of dat je de dingen uithaalt, dan zet je session start, in elke file doe je dat. Vervolgens definieer je dus wat er in dat tijdelijk geheugen moet komen. He, dan zeg je, dat doe je door de global variable voornaam, zet ik in dit geval, verbind ik aan wat de gebruiker invult in dat input type met de name voornaam, name attribuut voornaam. Dan sla ik het op in het tijdelijk geheugen, die verbind ik aan een variabele, zodat ik straks in een latere sessie, een latere file, diezelfde variabele kan weer ophalen hier uit het tijdelijk geheugen. Oké, zo vul ik dus tijdelijk geheugen met gegevens. En nogmaals, het is heel handig als je bijvoorbeeld een quiz doet, waarbij je later de uitkomsten allemaal overzichtelijk weer wil geven en dan wil berekenen wat de score van iemand is. Of bijvoorbeeld een soort diagnose van, nou, iemand voelt zich eenzaam. Nou, hoe eenzaam is die? Dan stel je een aantal vragen en uiteindelijk rolt daar een bepaalde nummertje uit, hoe eenzaam het is. En uitgaande van dat nummertje kun je daar misschien iemand een oplossing aanbieden, wat hij zou moeten doen, met wie hij contact zou moeten opnemen. Het tijdelijk geheugen is daarin heel erg belangrijk, wat je ook gaat maken. Ik stop het. Volgens mij is het duidelijk. Zo niet, hè? Gewoon reactie geven. Vooral in YouTube werkt het handigst onder die video's dan for all to see. Dan kunnen we daar reageren. Succes ermee.